Jacky Matthijssen, onze tegenstander van dit weekend, Club Brugge, verloor vorig weekend op het veld van Lokeren met 1-0. We zullen dus ongetwijfeld een gretig Club Brugge zien, of ben ik mis? Nee. Dit soort zaken zijn zeker niet in ons voordeel. Goed, ze zullen dubbel en dik gewaarschuwd zijn. Ik denk niet alleen voor, om zich te laten verrassen, maar ze weten toch, denk ik, dat op dit moment Westerlo zeker op eigen veld toch... zeer gevaarlijk uit de hoek kan komen. En dat zijn we ook van plan. Dus wij zullen tegen een gewaarschuwd Club Brugge proberen een resultaat te spelen. Dat staat vast. Buitenshuis wonnen ze dit seizoen natuurlijk nog maar 5 keer. Moet dat Westerlo het vertrouwen sterken? Ja, maar het vertrouwen is er sowieso. En inderdaad, dat is wel een factor die meespeelt. Hè. Ze zijn wat dat betreft niet zo sterk als thuis. En wij gaan dan ook volledig onze kans gaan en proberen ook tegen dit Club Brugge, waar traditioneel Westerlo het zeer moeilijk tegen heeft, dit jaar proberen daar verandering in te brengen. Dat gaan we doen. En vorig weekend op Charleroi konden we enkele keren gevaarlijk zijn op de counter, rekening houdend met de kwaliteiten van Club Brugge. Misschien een scenario dat terug voor handen ligt? Ja, dat ook. Hè. Natuurlijk gaat Brugge met zijn kwaliteiten proberen initiatief te pakken. Wij gaan dat ook doen. Wij gaan ons niet wegstoppen. Ik denk dat dat op eigen veld ook altijd de afspraak is dat we onze kans gaan. Dat zullen we nu ook doen. Als Brugge bekwaam is, en dat kan wel, zeker met periodes om over te nemen en ons weg te drukken, ja, dan hebben we toch nog altijd wat snelheid in huis om daar eventueel iets mee te doen. Maar we gaan het initiatief zeker niet uit de weg. Wij gaan 3 keren, onze 3 laatste thuismatchen van dit seizoen, elke keer voor de volle 3 punten. Met de steun van alles en iedereen. Wij weten dat we er heel dichtbij zijn. En dat moeten we ook afstralen. En wij hopen dat samen met onze supporters we een goede prestatie kunnen neerzetten. En het laatste stukje wat ons nog rest om dat zo rap mogelijk binnen te halen. Oké, bedankt en succes. Dankjewel.